Als onderzoeker draait heel je carrière rond het samen oplossen van vragen. Maar je wil ook dat al je werk niet voor niets is geweest en dat iedereen je werk kan lezen en hergebruiken voor nieuw verder onderzoek. Maar van wie is je onderzoek nu eigenlijk? Hoe stel ik mijn werk beschikbaar voor anderen? Welke CC-licentie hang ik aan mijn publicatie? Van wie zijn je onderzoeksdata? Mag je bestaande onderzoeksdata zomaar hergebruiken? En waar ga je publiceren? In een vaktijdschrift of in een repository? Of kan het ook in beide? Voor al je vragen hieromtrent kan je terecht op auteursrechten.nl.